Het heeft even tijd geduurd, maar Volkswagen heeft eindelijk een echte liefhebbersoldaat neergezet. Zo, dat was gevoelsmatig met 4 wielen van de grond. Oei, 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 oei. Dat is de nieuwe Volkswagen Golf R. De nieuwste, het zou zomaar eens de laatste kunnen zijn. Want wie weet worden de Volkswagen en de ID3 straks één in dezelfde auto. Elektrisch wel te verstaan. Het zal zeker de laatste zijn die niet hybride is. En ja, het ziet er op het eerste oog uit een hele gewone Volkswagen voor de niet-kenner. En dat is eigenlijk bij deze auto altijd wel een beetje de bedoeling geweest. Een auto die door veel rijke mensen ook wordt gekocht. Naast een Porsche en een Ferrari en weet ik wat. Om de boodschapjes te doen. Dan heb je toch een lekker snelle auto. Vierwielaandrijving voor die keer dat het sneeuwt. En toch, ja, voor de meeste mensen een redelijk bescheiden uiterlijk. Het is wat ons betreft altijd een auto geweest die competent was. Supersnel in rechte lijn. Mooie mix van comfort, dagelijkse bruikbaarheid en sportiviteit. Maar niet een auto waar je hart echt sneller van ging kloppen. Vierwielaandrijving die een beetje eendimensionaal was. Weinig lift of overstuur, dus weinig met het gas te controleren. Maar dit zou allemaal anders moeten zijn. Wat wel bekend is, is de motor onder de motorkap. Dezelfde 2 liter turbo die al jarenlang in allerlei producten van Volkswagen te vinden is geweest. Deze keer 320 pk, 420 Nm. Het allerbelangrijkste is het vierwielaandrijvingssysteem waar die aan vast zit. Dat was vroeger een simpele Haldex, dus 50-50 maximaal verdeling. Maar er is nu iets aan toegevoegd en dat is op de achteras zit dan ook nog eens losse koppelingen waarmee het vermogen dat naar achteren wordt gestuurd, maximaal 50%, tussen de twee achterwielen kan worden verdeeld. Dus je kunt maximaal 50% van het complete vermogen naar een van de achterwielen sturen. Ja, en dat betekent dus dat je hem een beetje op het gas door de bocht zou moeten kunnen drukken. En dat is precies wat er altijd aan ontbrak bij de Golf R. Dus we zijn heel benieuwd in hoeverre dat functioneert. Er werken tegenwoordig wel wat mensen bij Volkswagen die echt wel verstand hebben van sportieve auto's. Benny Leuchter is er één van. Echte coureur die betrokken is bij de ontwikkeling van de GTI en zo. Ook deze Golf R. En dat zijn jongens die er echt wel voor zorgen dat die Golf steeds leuker is geworden om te rijden. Niet alleen competent, maar ook daadwerkelijk echt leuk. Zoals je er hierbij staat, €65.000 vanaf. Dan doe je er wat opties op, bijvoorbeeld de Akrapovic uitlaat die erop zit. En ook een optioneel pakket waardoor de auto wordt uitgebreid met een driftmodus. Dat is een beetje dubieus. We hebben vaker natuurlijk auto's gehad zoals een Volkswagen of zoals een Ford Focus RS met vierwielaandrijving in de driftmodus. Het blijft toch altijd een beetje vierwiel power sliden. Dus uiteindelijk, wat ga je ermee doen? Donuts draaien op de parkeerplaats van McDonald's. Beetje triest. Maar wat je ook krijgt is een speciale race modus met onder andere een Nürburgring modus. Waarin de werking van de variabele dempers van het vierwielaandrijvingssysteem en alles er helemaal op gefocust is om zo snel en zo leuk mogelijk te zijn. Nou, ja, een beetje kenner heeft het natuurlijk al lang gezien. We zijn hier vandaag bij de Nürburgring om die Nürburgring modus dan maar eens even op een gepaste manier aan de tand te voelen. Laten we eerst even zien hoe we hem inschakelen. Ja, het interieur van deze generatie Volkswagen Golf. Het is een beetje dubbel. Racekuipen zien er in principe wel een soort van goed uit. Maar ze staan ook wel weer een beetje te hoog in de auto wat mij betreft. Had lager gekund. En ja, voor een auto van €75.000 is het interieur wel een beetje karig. Een beetje plasticachtig. Het is best oké, maar als je kijkt naar de prijs van de auto. Ga je naar modus. Ja, dan weet je meteen weer hoe het ook weer zat. Dit systeem is nogal traag. Ook weer zoiets wat je niet wil in een auto van dit geld, maar het is niet anders. Probeer het nog een keer. Kijk, Nürburgring Special, de driftmodus. Ja, dan stuurt hij dus zoveel mogelijk vermogen altijd direct naar een van de beide achterwielen. En in deze Nürburgring Special
alles kleurt groen, want groene hel. Ja, dan zou het dus de beste hot hatch van de planeet moeten zijn. Hij heeft in de handen van de pro's 7 minuten 51 gedaan. Dat gaan we vandaag niet halen. Maar we gaan wel even een paar rondjes rijden. En ja, kijken of de Golf er nu eindelijk een soort van de ultieme hot hatch is. Dus zowel bruikbaar, zowel discreet als fun. Oké, daar gaan we dan. Nürburgring, Nordschleife. Natuurlijk in een speciale Nürburgring stand. Bak in manual, AC in sport. Niet helemaal uit. Toch voor de veiligheid. Maar sport, ja, dan zorg je er natuurlijk voor dat hij niet constant ingrijpt en daarmee de remmen warm stookt. En mooi natuurlijk om te evalueren in hoeverre dit in de ESP is dat je helpt of alleen maar tegenhoudt. Los Gates. Ja, in de begrenzer, en dat doe ik expres, dus om te laten zien dat het kan. Dat kon vroeger dus niet bij sportieve Volkswagens. En dan zal je altijd zien, net als jij overschakelde met de flipper, dan ging de automaat daarna zelf nog een keer overschakelen. Vervelend, bemoeizuchtig, en nou is het opgelost. Schakelflippers iets groter dan bij de gemiddelde Volkswagen. Laten we zeggen, precies groot genoeg. En ja, ik merk nu al dat vierwielaandrijfsysteem, dat werkt hoor. Je voelt de achterkant echt heel nadrukkelijk drukken. En hier, als je bergaf zo'n bocht inhoekt, ja, dan merk je dat de chassisbalans toch nog steeds richting onderstuur gaat. Maar niet op een hinderlijke manier. Een beetje zoals bij een Megane RS. Meer ja, om je, zou ik maar zeggen, voorzichtig de grens aan te geven. Dat je na een minuut al denkt, jezus, wat een saaie auto. Remmen, ABS in dit soort bochten. Bergaf met lastwissel. Heel belangrijk en dat doet hij heel goed. Dit ook. Verandert graag van richting. Dat doet de Porsche achter mij ook. Dus die laat ik hem snel even langs, als hij wil. Komen natuurlijk. Dan ga ik maar even van het gas af. Ik ga ervan uit dat hij sneller is. GT3. Dit soort supersnelle bochten. Ja, daar wil je dus natuurlijk die typische Volkswagen chassisbalans. Die hier dus ook in zit. Niet te veel onderstuur. Maar ook zeker geen overstuur. Niet op de Nürburgring. Niet nu, niet hier. Zeker niet hier. Zwedenkreutz. Levensgevaarlijke bocht. Super snel off camber bergaf en daarna bergaf remmen. En ja, die remmen zijn mega, echt super goed pedaalgevoel. En hier een bocht Arenberg bergaf. Ik ga nu op het gas en in plaats van dus dat hij de voorwielen in onderstuur drukt, roteert die eerste auto en daarna ga je alsnog lichtelijk in onderstuur. Maar daar is dan al niet meer het punt, want dan ben je toch al de bocht door. Oh, hek, die is altijd hier voegsreuren zo snel. Door de compressie. Vroeg insturen. Over de stoep. Aanremmen. Hoe de ding instuurt, zeg. Wow. Gaat toch wel vanuit dat ze de voorwielen op weer wielvlucht hebben gegeven. Klats. Zelfs als je zo hard van een curb afduikt. Geen ESP ingrepen. Nou, motor zoals altijd. Tikkie vlak. En dat is een soort van saai, maar aan de andere kant eigenlijk ook wel weer een beetje fijn. Want de bocht komt er zo geleidelijk in, op deze manier, dat je eigenlijk altijd wel weet waar je op kan rekenen. Nou, nu alweer allerlei waarschuwingsmeldingen. Dat is toch niet echt wat je verwacht van een trackauto. Beginnen al, denk ik, toch een beetje warm te worden. Misschien had ik wat lucht uit moeten laten, maar ja, toch nog beter voor volgens factory spec rijden. Dus licht onderstuur begint nu ietsje hardnekkiger te worden. Maar dus zo gauw je op het gas gaat, dan heb je er geen last meer van. Het is puur bij het insturen, vooral hier bij bochten bergaf. Hier maar op tijd op de rem, bergaf, toch altijd een beetje lastig. En als je dan smerende voorbanden hebt, ja, dan moet je wel weten waar je aan toe bent. Meteen op het gas.
En op koppel omhoog. Misschien was de derde versnelling daar beter. GT3 RS in mijn spiegel. Laat ik hem voorbij voor de Lauda links. Nee, dat doe ik niet. Nee, wacht. Ga ik erin. Remmen iets na het begin van het hekje. Wacht, het Porsche nu inhalen. Bedankt voor het wachten, meneer. Nou, dat gaat niet eens met een mega snelheidsverschil zoals je ziet. Ik denk als je die dingen een beetje onder de knie hebt met semi-slicks en een beetje gekieteld door Abt of zo, dat je echt de ultieme Porsche-pester hebt. Het vertrouwen wat dit ding geeft om gewoon meteen hier out of the box hard te gaan. Jezus, knap hoor. Alle positieve dingen die vroeger sportieve Volkswagen zaten, die zitten er nog steeds in. Met dat ene kritiekpuntje, de saaiheid, die is er wel af. Het blijft een smalle baan. De volgende Porsche dient zich alweer aan. Ik heb er wel zin in, zeg. Jezus. Dus nou, ietsje voorzichtiger overal de bocht in. Om dat onderstuur bocht in te vermijden, zou ik maar zeggen. Taxi, ja, weet je. Die jongens die kunnen al rijden. Dan moet je gewoon je hoofd buigen en wegwezen. Het zijn jullie door gas. Hij gebruikt elke millimeter van de baan. Ik ben al blij als ik elke centimeter gebruik. Hier bergop. Super stijl bergop. De motor heeft geen krimp. Waar ik misschien niet helemaal over te spreken ben tot nu toe, is de feedback van de besturing. Het is sturing die super direct is, iets van twee omwentelingen van links naar rechts. Heel puntig dus en hij laat ook op zich wel naturel op, maar ja, eigenlijk heb ik niet echt een flauw idee van wat er gebeurt bij de voorwielen. Ik moet het toch meer uit de gut feeling halen dan dat ik iets voel. Remmen tot nu toe echt super. Werkelijk geen spoortje verveling. Heel mooi doseerbaar pedaal. Het wordt goed gespiegeld vandaag. Het is ook lekker rustig. Weinig Britten. Ja, die mogen natuurlijk het land allemaal niet uit. Dit is natuurlijk altijd een zeer hectisch stuk van de baan. Ligt zo mooi. Geen hinderlijk onderstuur, geen gevaarlijk oversturen, alleen maar balans, grip, vertrouwen. Het heeft even tijd geduurd, maar Volkswagen heeft eindelijk een echte liefhebbersoldheids neergezet. Zo, dat was gevoelsmatig met vier wielen van de grond. Oei, 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 oei. 200 op de klok. Een remmen voor Galgenkopf. Het werkt zoveel subtieler dan in zo'n A45 AMG van Focus RS. En daardoor duurt het wat minder lang voordat je begrijpt wat hij gaat doen. Het is veel voorspelbaarder. Het is echt weer de Volkswagen manier. En je moet hem dus echt niet kopen, denk ik, voor die driftmodus. Maar voor rondjes boender op de Nürburgring. Wauw. Wow. Dit was echt goed. Weinig kritiekpunten. Ja, waarschuwingslampjes die niet helemaal deugen. Stoel had iets lager gemogen. Maar voor de rest. Ja, dit is eindelijk een echte Golf R. Leuker nog dan de Golf Clubsport die ik onlangs heb gereden. Het gewicht of zo heb je helemaal geen last van. Het enige waar je dus goed op moet letten is denk ik de bandenspanning. Zorg dat je voorbanden niet te warm maakt. Dan wordt het bij insturen gewoon een klein beetje smeren, zoeken. Maar als je dat gefixt hebt, dan is dit echt wel een track monster.
Mag ook wel voor 75.000 euro. Niet waar? En als je nou ook wil weten wat de topsnelheid van de Volkswagen Golf R op de autobaan is, kijk dan vooral ook de volgende video.